Goedemorgen jongens. Het is nu midden in de nacht. Ik wil heel graag jou spiezen met deze paraplu. Hou die camera eens recht. Je kan toch niet eens vast. Waarom? Hier staan. Kerel. Ja, dat is niet veel hoor. Je hebt echt... Niet alleen in de les, hou die camera even stevig vast. Ja, ik hou dat zo op die manier vast. Dat is voor mij stevig. Kijk, zo gaat het achter de schermen. Yes mensen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Song, dit is Manuela. Het is midden in de nacht, op een zaterdag, op zondag. We zijn eigenlijk vandaag extra vroeg opgestaan. Waarom? We gaan iets gevaarlijks doen. En wat we gaan doen, ga jullie nu laten zien. Het regent buiten, dus ik hoop dat het gaat lukken. Maar ik zei tegen Manuela, dit is het laatste gevaarlijke wat jij mag doen. Dat je zwanger bent. Dus het kan allemaal nu nog net. Oké, even testen of het werkt. Kijk, dan ga je zwaaien. Dan gaat hij harder aan, zie je dat? Oh, maar hij gaat wel heel erg, noem je dat? Langzaam. Totdat hij gaat zwaaien. Nee, alles valt op de grond. Noem je dat? Doe voorzichtig, oké. Waarom zo ver weg? Is dat zo? Maat, er zit allemaal gras naast je trouwens. Wow, yo. Oh. Is hij nu al op? Ja. Oh, dat gaat snel. Gewoon rennen als je door het gras heen rollen, oké? Okay? Als je in de fik vliegt. Gaat echt snel op je. Hoe vond je het gaan, schatje? Nou, is leuk. Eigenlijk heb ik wel zin nog een keer gaan. Maar we hebben niet meer. Ja, we hebben nog een rol. Ja, dan moeten we helemaal in de weer lopen. Gaan we niet doen. Maar, is leuk voor een andere keer bewaren. Kijk, dit is vergeleken met mijn hand, hè? Hier. Ja. Oké, nou, leuke ervaring. Ik vond het wel een beetje spannend voordat zeg maar alles in de hand vloog. Net zo'n spookstraat, jongen, nu. Kijk, het is een tijdje later. We gaan eventjes naar de kerk toe. Het staat wel lekker, ochtends zo lekker rust, lekker vroeg. Ik kan nog even lekker ontspannen. Oké, de dienst zit erop. What up? Oké, we staan momenteel in een museum in Barneveld. Is het Oud-Ambacht Museum / Speelgoed, als ik het goed zeg. Dus we zijn daar eigenlijk nu aanwezig. Bijvoorbeeld hier al het eerste ding waar we nu zijn. Dat is best wel interessant. Dit is gewoon uit het Romeinse Rijk nog. De tijdperk der kruistochten. Dit is dus het enige museum in Nederland waar je dus wel aan spullen mag. Waar je dus aan spullen mag zitten. Dus je trekt hier bijvoorbeeld gewoon een kast open. Dat mag. Kijk, is dat best interessant of zo? Net of je gewoon in zo'n verlaten pand of zo komt. Bruine javasuiker. Kijk, dit zijn die foto's. Zo zaten ze erbij dan, weet je wel. Echt wel. We komen bij het eerste hokje aan. En je ziet gelijk allemaal baby's en kraamdingen. Zwitsel kinderpoeder. Zo'n toeter. Laat mij eens op je buik horen. Kijk dit dan. Oude landkaart. Zie Europa. Amsterdam staat erop. Moscovie. Nieuw-Holland. Dat is de drogisterij. Goedemiddag, heeft u voor mij een condoom? De fietsenmaker. Kijk, het is wel oma's fietsen. Kijk die zaklamp, kijk die lamp. Kijk die dynamo. Nou, toch eens even een laadje optrekken, wat zit hierin? Zo, dynamo is genoeg. Ouderwetse keuken. Wat is dit dan? Dit is een mixer, hè? Wow, zo. Draai eens. Wow, het is een schuwelijk ook. Dit zijn timmerbanden. Kijk dan. Maak ze gewoon alles met de hand, hè. Zo. Nu rij je naar de Action toe en dan koop je het en dan kom je uit de fabriek uit China. Voor wafels. Oh ja. Echt? Kijk eens hoe vet je ook, hè. Zo'n mes slijpen. Zwaard. Hé, ik zie een touw. Maak drie pas op. Dat is nou normaal. Gooi, je bent zo... Er komt al lucht uit bij jou. Ik kan het beeld zien, echt. Heel. Die
idee dat ze toen echt moeite in dingen staken. Waarom loop je steeds weg? Hé, hey. Wil je niet meer met mij lopen? Hé, hey. Hey. Schaam je hem voor mij? Was ze redden. Een wagen voor de hond. Een trekhond, what the fuck? Dat bestaat niet eens meer. Sigarettenboer. Het rookt allemaal met pijp, joh. Schoenenmakertje. Even een hele krant typen, lettertje voor lettertje. Ah, die werd zinkwerk. Dit is een oude kapper. Het is net even bij mijn overgrootoma op bezoek gaan. Gewoon in een ring aan. Ik deed dan om je vinger heen. En dan is dit. En dan is dit je maat, dus 6,5. Stofzuigers. Zo'n tv heb ik gewoon nog gehad, hè? Moet je kijken. Ja, ik ook. Ik heb ook serieus nog zo eentje op mijn kamer gehad. Je geit is gebokken. Ik nog. Maar kijk, wat is dit, joh? Maar dan willen we het niet leuk. Vind ik het helemaal niet leuk bij mij? Nee, ik loop wel vaak. Hé, wat zei je? Hoor je niet? Hé? Waarom? Ik vind het echt niet leuk om jou naar het museum te gaan. Wat ben je nou boos aan het doen? Kijk, dat is een moeilijke. Ik kan eerst keukenglas. Stratenmakertje. En dit zijn waarschijnlijk rioleringbuizen. Maar ja, ik heb geen stand van, ik ben geen stratenmaker. Oh, jij mag er wel aan zitten, zeker, hè? Huh? 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 Ja, maar ik heb niet met zo'n belletje. Dat is fucking leuk, was dat. De sleutelboer. Kijk hoeveel vette sleutels we vroeger eigenlijk hadden, hè? Check dan, dit zijn gewoon kanonskogeldingen, hè. Nou, blaas er even op dan. Nee, natuurlijk niet. Mij. Oh joh, maat, ik zie daar een blaaspijp. Ja, dat kan je niet maken, denk ik. Tuurlijk wel. Shoot, wow, oh nee. Hè. Wacht, geef me even de ruimte als je wil. Over 3 uur. Nee, niet echt. Er zijn waarschijnlijk 100 mensen met mond afgezeten. Dus of we nu zelf op in de troen, hè. Maar daarna mag je geen kusje meer aan mij geven. Oh, lieve, ik ga me steeds meer schamen voor jou, denk ik. Dat filmt niet, maat. Oh, dit is echt een perfecte ding voor jou. Voordat er mijn kusjebed uitkomen. Is het verstopt? Nou, doe maar weg. Welkom in de Magic Room. Ja. Today we have something special. Magic. You know the magic place on earth. Ja, lieverd. Oh, hij doet het. Heb je dit ooit wel eens gedaan in je leven? Nee. Oh. Wow, yo. What the fuck? Jongens, ik sta hier gewoon echt heel zielig. Nee, maatje, alsjeblieft, laat staan. Alsjeblieft, ik smeek het je. Kerel. Maat, ik was zo'n ding mee leven. Hebben hier zeker in staan en geen moeilijk zitten doen. Hey. Deze had ik vroeger ook. Ah. Van deze dingen, daar kon je gewoon nog een klap op geven als je die deed. Oh, is dat Mac? Dat is Apple. Apple. Riet maken, of wat is het? Riet? Riet? Wat is het? Stoelenmaker. Zo makkelijk met een deksel erop. Wow, check deze camera's. Oh, hi meneer. Dat was toch
toch zo naar 1, 2, 3. Toch, met deze? Ja. Kijk dan, joh. Zo zag een huis een beetje eruit. Oh, het ziet er nog wel redelijk hetzelfde uit. Het is alleen allemaal wat gemoderniseerd. Dus er zijn dingen wel mee om het hoofd te hebben. En hiermee kunnen we gewoon slijpen. Bakkerij. Kijk, deze is net echt. Oh, die is echt. Ik dacht echt dat die nep was. Is die echt een nep? Dat is wel echt. Wat ben je nou stom aan het doen? Nou, heel veel mensen schrikken van mij. Ja. Even een permanentje zetten. Ah, ja, ja, ja. Perfect. Kijk, als jij nou eens gaat lopen. Loop eens. Ja, spelen maar. Bondwinkeltje. Deze stond vroeger in de bioscoop. Hé, hey, een houten sjudeboel. Nou ja, maar honkbal. Hier. Kijk dan, een voetbal. Groenteboertje van vroeger. Dan zie je al van die oude persen en zo staan. Ze zijn op zich best handig eigenlijk. En dit is gewoon... ja, dit ken ik nog niet eens, joh. Dit is gewoon de eerste kunststof, zeg maar, die ze hadden. Er staat bakkeliet. Ik weet zeker, als mijn vader hier was, had hij gezegd... Nou jongen, dat was wat vroeger. Dat was wat, hè, toen dat uitkwam. Dat schrok je, hè? Ja, dat is niet. Dan maken ze alles van tin. Dat is ook kunst, vakwerk al, hè. Kijk, dan giet je het gewoon, dan smelt je het, dan giet je het erin en dan heb je gewoon vormpjes. Met zo'n papuchulo, weet je wel. Ja, deze. Ook wel schattig. Hoeveel kost het? Echt zo'n, hoe noem je dat? Zo'n Indiana Jones idee. Mooi, joh. Oké, jongens, het gaat niet goed met Manuela. Ik kan niet naar onderen filmen, maar jullie weten, snappen wat ze aan het doen is. Ik heb gewoon een beetje pijn in mijn been, meer niet. Oh, oké. Okay. Gelukkig. Oké, okay, jongens. Wederom is er weer wat gebeurd. Wat is er aan de hand met jou? Ik heb geen idee, maat. Ik heb een... Ik weet niet. Ik had al best wel een tijd best wel last van een spier. Welke? Bij mijn bil, zeg maar. Naast je stuitje. Ik wilde net uit bed stappen, zeg maar. Om even... Op te ruimen. Even op te ruimen en zo even dingen doen. Ik dacht, nou weet je best. Ik heb net even gerust. Maar... Het deed net ook al zitten. Toen heb ik even een stukje gefilmd over mijn buik. Heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar wel al iets over gezegd. Toen had ik al echt al fuck mijn pijn. Maar net maakte ik weer een beweging. En ben ik weer terug op af of zo. Oké, we zijn aangekomen bij het einde van de vlog. Maar voordat ik de video echt afsluit, wil ik even één dingetje eventjes zeggen. Zoals jullie kunnen zien, het huis is echt chaotisch. Boven is chaotisch. We zijn de hele dag weg geweest. Vroeg opgestaan. Kom je thuis, vlog bewerken. Manuele zwanger, ziek. Laatst klachten, buiten regen. Nou, smoesjes, ik weet het. Maar soms is het gewoon wel even zwaar, weet je wel. En dan is het gewoon wel lekker als je gewoon bij een baas werkt. En je gewoon lekker 5 uur klaar bent met werken. En de rest van de avond ga je gewoon lekker in de bank zitten, niks doen. Alleen ja, ik kan het niet, weet je wel. Ik kan het gewoon niet. Ik word er niet blij van, ik word er ongelukkig van. Maar goed, dit is niet per se de makkelijkere weg of zo, ik weet het. Het is... wel iets wat je constant moet blijven doen, ook al heb je geen zin in. Vooral als je elke dag een video gaat uploaden, is het eigenlijk best wel zwaar. Vooral ook omdat je een hoop van je privéleven eigenlijk opgeeft. Je moet het wel constant, zeg maar, doen. Het is ook super leuk. Het is ook super leuk om alles later terug te kijken. Nu ik dus een nieuw kanaal heb aangemaakt, eigenlijk samen met Manuela voor Familie de Jong. Is natuurlijk heel anders dan van de mensen die mij kennen, bijvoorbeeld van Prankster of van Sean Quote, waar ik vroeger video's heb gemaakt. Dat is dus precies wat ik bedoel. Nu ben je dus moe, het is 's avonds. Die lampen in het huis zijn niet goed, die camera licht pakt niet goed. En er zijn eigenlijk van die momenten dat je eigenlijk heel snel kan demotiveren. Zo, ik kan niet meer naar de moe worden komen. Het zijn eigenlijk van die momenten dat ik kan het heel snel weer demotiveren, weet je wel.
denk ik, ja, als het allemaal zo moet, dan heb ik er ook geen zin meer. Dan heb je een spierblessure, dan heb je dit, heb je dat. Maar het belangrijkste is om door te gaan, ook in moeilijke tijden. Want als je het in moeilijke tijden kan, dan kan je het in makkelijke tijden ook. En om bij de makkelijke tijden te komen, moet je het vaak soms door de moeilijke tijden heen. Ik heb bijvoorbeeld ook contact met heel veel mensen weer, door het vloggen. Ook met andere vloggers. Dat vind ik super leuk. Dus ook voor de mensen die nu kijken en denken van, hey, ik heb op zich wel een leuk idee. Of ik heb een boerderij, of ik doe een autosport, of ik heb paarden thuis staan. Of hey, weet ik veel wat, ik noem maar gewoon... Ik noem gewoon random wat op. Of mensen die bij een museum zijn geweest, of een verlaten gebouw hebben gezien. En ik denk van, hey, dat is leuk voor familie de Jong, voor John en Manuela. Of ik word samen met mij of ons daarheen. Kan je altijd gewoon een bericht sturen. Wie weet, kunnen we gewoon samen doen. Samen kom je altijd verder. Het is ook leuker, het is gezelliger. En vandaag in de kerk was ook de belangrijkste les die we hebben geleerd. Van durf te vragen, zet je ego aan de kant in tijden van nood. Dus wees niet bang om ergens voor te vragen. Wees niet bang om te vragen waar jij belang voor hebt of naar hebt, zeg maar. Want de ene is weer goed met gezondheid, de andere is goed met geld, de andere is goed met avontuur, de andere groep heeft heel veel liefde. Snap je? Iedereen heeft iets en iedereen kan iets geven. Hetgene wat jij kan geven, kan een ander weer wat dan hebben, wat voor jou misschien weer iets heel normaals is. Dus dat afgesloten hebben, zou ik zeggen. Mensen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En dan check jullie gewoon weer morgen mijn gloednieuwe video. Als we naar de eerste echo gaan. Dat is allemaal super spannend. Waarschijnlijk ja, komen we er gewoon echt achter of het kindje leeft of niet leeft, of het groeit. Eigenlijk weten we tot op dit moment eigenlijk nog helemaal niks. We weten alleen dat we toen de tijd een test hebben gedaan, dat we zwanger waren. En ja, voor de rest is eigenlijk alles nog steeds heel erg onzeker. Dus dat gaan we morgen doen. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Met Manuela gaat het boven dus iets minder goed. Dus ik hoop dat het zich morgen beter voelt. Dus mensen, hou jullie taai en tot morgen. Later.